Hoi allemaal, het is donderdag en ik begin vandaag vast met de vlog. De kleine meid is namelijk ziek. Ziek. Wacht, ik ga even bij deze herrie weg. Ze heeft eigenlijk... Maandag moest ik haar ophalen van het kinderdagverblijf omdat ze koorts had. En eigenlijk had ze zondagnacht ook al koorts. Maar ze was verder, ze stond prima op. En uiteindelijk heb ik haar dus ook pas echt einde van de dag moeten ophalen. Dus nou, dat ging goed. Eigenlijk ging het de hele dag steeds wel goed. Maar s'nachts heeft ze steeds koorts. Dus 39,5. En dan wordt ze 's ochtends wakker en dan heeft ze ergens in de 35 graden. En dat loopt dan op de dag weer op. Dus ze is gewoon niet helemaal fit. Morgen moeten mijn moeder en ik de Sint helpen. Dus gaan wij de stad in. Dus ik had een extra opvangdag voor Eden. Niels gaat voor het eerst een hele dag naar school. Maar ze had dus, ze was eigenlijk gisteren ging het ook weer prima met haar. Maar vannacht had ze dus echt alweer hoge koorts. Dus vanmorgen had ze 37. Dus voor het eerst geen 35. Maar toch dacht ik, beter dat ze nog even één dagje rust heeft. Dat ze dan morgen wel kan gaan. Want als ze zeg maar zo'n, weet je, als je niet lekker bent, heb je ook natuurlijk lage weerstand. Straks pikt ze weer wat op, zwem voelde zich ook al niet fit, Niels ook al niet. En natuurlijk dit weekend de verjaardag van Niels, want Niels wordt 4. Dus ik dacht, we houden er even één dagje nog thuis. Maar het weekend wordt dus leuk, morgen lekker de stad in met mama. En hoop dat het weer iets beter is. 'S Ochtends gaan we nog naar de bouwer van ons huis om het opties door te nemen. Ook heel leuk. Wel heel veel rijden voor een hele korte afspraak. Maar goed, dat is maar even zo. En ik denk dat we morgenavond gaan gourmetten. Want Niels wilde gourmetten voor zijn verjaardag. Maar dat lijkt me zaterdag gewoon een beetje te veel worden na alle feestvreugde. Dus dat wil ik eigenlijk morgen gewoon lekker doen. Dan hebben we daar gewoon wat meer de tijd voor. En dan zaterdag zijn feestje. 'S Ochtends heeft hij nog even sporten. En zondag ook feestje. En zaterdag blijft mijn ouders eten. Want Sven en ik hebben allebei nog feestjes. Een vriend van mij is tegelijk jarig met Niels. En een vriend van Sven die gaat voor een half jaar naar het buitenland. Dus die heeft ook een feestje. Dus mijn ouders passen dan even op. Ik ga het niet laat maken. Sven denk ik ook niet. Als hij überhaupt gaat. Maar als het niet fit. Dus misschien dat het helemaal niet nodig is. Maar goed, mijn ouders eten voor ons. Pas daarna even op. En dan zondag eten Sven's ouders en een van Sven's broertjes en zijn vriendinnetje mee. Dus het wordt een drukke maar gezellige bedoeling. Ik heb er veel zin in. En Niels ook. En Elin is sowieso gek op festiviteiten. Die vindt het allemaal gezellig. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar ik hoop wel dat we qua bacillen even een beetje minder. Goedemorgen, het is vrijdag vroeg. Ik ga nu Eden naar de opvang brengen. Niels is naar school. En dan rijden wij naar Sint. Ergens in de verte. Voor ons huis. Dus dat gaan we nu doen. En ik neem u mee. Nou, wij zitten hoor. Okay. Nou, mama en ik gaan aan de slag om de Sinterklaas te helpen. Maar eerst even lunchen. Ik kom net thuis en ik denk dat ik 0,0 behalve ons eten gefilmd heb. Maar goed, onze heer, ik heb tegen de camera. Oh, yeah. Wie zit er in die kast? Ja, ik denk per wie hebben we. Onze missie is geslaagd, dus dat is mooi. Het was wel druk in de stad, want het was Black Friday. Dat hadden we niet helemaal goed gepland, maar aan de andere kant ook weer wel, want we hadden toch weer mooie kortingen. Ha! Zo, nu gaan we wat drinken. En ik ga er meteen weer vandoor, want ik ga nu Eden ophalen van het kinderdagverblijf en dan nog even een boodschap doen voor vanavond. Ik kan het nu niet zo goed zien, maar ze hebben Eden's haar zo mooi ingevlochten. Ja! Nu lopen we even naar de supermarkt. Wij gaan roeren met hem. Ik dacht. Kijk, hier zie je de haren beter. Ik dacht ook Spanje weer aan. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoerepot zijn paardje en gek op en neer. Hoe waaien de rimpels al heen en alweer. Oh, we hebben even de boel tegen elkaar opgezet. Koud, jongen. Zo weer dicht doen, maar ik dacht even een beetje die... Oh, ik ben niet meer scherp. Even een beetje die gourmetwallen eruit. We zijn even bezig met de slingers ophangen. Deze moet nog wel. Oh, dat gaat. Nou, dit gaat goed. De rest hangt al hoor, jongens. Geen paniek. Het komt goed. Nou, hij hangt er, jongens. Van het water van oog zo snel. Of heeft hij het al helemaal opgedronken? Echt niet. Oh. Wow. Is die voor jou, Niels? Ja. En welke is voor Elin? Een grote. Een grote. Ach, meisje toch, hè. Die is voor Elin. Ga maar uitpakken, Elin. Nou, daar staat er ook op, Elin. En jullie hebben allebei een andere schoentje ook. Ik denk dat Lego is. Echt waar? Want het hoort er wel naar. Ja, nou, ga maar lekker zitten. Dank u Sinterklaasje. De Elende stofzuiger ziet natuurlijk iets heel anders. Die ziet pepernoten, hè? Maar, wow. Is dat de goede of de slechte? Master of Speed. Ik snap er wel een. Dit is een goede stiflechte. Hele hoest, verschrikkelijk. Ik denk dat dit een boef is. Een boef? Dus dan heb je ook een boef met de goede. Ja, dat is goed. Want hier liggen natuurlijk ook nog allemaal cadeautjes. Jongen, jongen. Nou, dat is zo. Wachten. Even wachten tot iedereen is. Waar moet ik nog wachten? Ja, je moet wel lang wachten steeds, hè? Zo mag. Ik heb iets heel leuks gekregen. En ik mag een kortingscode aan jullie geven. Dus ik dacht, ik ga er even voor zitten. Maar ik zie hier echt een enorme bak zand om me heen. Ik weet niet wat het dat hier is gekomen. Maar dan moet ik zo even opruimen. Maar goed. Ik werd benaderd door Parfumado. En ik kende het niet. Maar ik vind het een heel leuk concept. Dus ik dacht, dit vind ik leuk. Dus dit wil ik graag met jullie delen. Parfumado. Ik kreeg dit doosje binnen. En wat het is een website. Je kan een parfum kopen. Maar je kan een parfumkalender doen. En dat betekent dat je elke maand één parfum kiest voor de hele maand. Dus ik heb dat ook gedaan. En kijk, dan krijg je in een supermooie verpakking krijg je dus een parfum binnen. En ik heb uiteindelijk voor Chloe Love Story gekozen. Want ik wil al zo lang een parfum van Chloe. En ik was er gewoon heel benieuwd naar. Dus ik heb alleen nu al een luchtje opgedaan. Omdat vanmorgen in de chaos van Deels verjaardag hier niet over na had gedacht. Maar morgen ga ik hem opdoen. Dan laat ik jullie ook weten hoe ik hem vind ruiken. Maar ik denk dat ik gewoon hierin moet doen. Denk ik. Oh ja, kijk. Zo. Nou, dit ziet er al leuk uit. Oh, wauw. Oké. Hoe geweldig is dit? Oh, het is zo'n lekker geurtje. Ik heb een heel lief briefje ook bijgekregen. En, oh, hier staat nog iets. Oh, hier was ik ook benieuwd naar. Dat is grappig. Ze gaan dus, je krijgt ook een tip erbij. En toevallig was ik hier ook benieuwd naar. Dit is Madame Juliette Has a Gun. Of Mad Madam, zeg maar, van Juliette Has a Gun. En ik was sowieso benieuwd naar parfums van Juliette Has a Gun. Want ik hoor daar goede verhalen over. Maar hier gaat het over de roos. Er wordt gezegd dat rozen in minstens 75% van de moderne vrouwelijke parfums. En minstens 10% van alle mannenparfums voorkomen. Maar ja, dit dus. Ik mag een kortingscode met jullie delen. Die zal ik hieronder eventjes, ik zal hem hier even neerzetten. En ik zal hem hieronder ook eventjes linken. Dus kijk vooral een keertje. Maar ik vond het echt een heel leuk concept. Gewoon dat je dus één parfum gewoon voor een hele maand. Nou, denk ik dat ik hier wel langer mee kan doen dan een maand. Oh man. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik hoop dat jullie de kortingscode leuk vinden. En ga zeker even een kijkje nemen. Ze hebben namelijk ook
een test, zeg maar, van welk parfum bij jou past als je je wil laten verrassen. Je kan het ook bijvoorbeeld voor je partner doen. Je kan het iemand cadeau doen. Maar ze hebben een hele leuke site, zeg maar. Je kon ook bijvoorbeeld, ik heb dan ingevuld welke parfums ik dan had. En dan kan je ook dingen kiezen weer. Nou, ik vond het heel handig. Elin heeft een tantrum. Daar word ik een beetje door afgeleid. Die heeft namelijk echt de hongerklop van heb ik jou daar. Dus die ga ik even wat eten geven. Maar het is pas 11:15. Maar ze heeft echt mega honger. Ze heeft net al een appel op en een rijstwafel en alles. Maar ze wil meer. Dus ik ga haar denk ik gewoon brood geven. En dan gaat ze lekker naar bed. In de hoop dat ze zich zo meteen vrolijker voelt bij de verjaardag. Want straks komt dus de familie. En ik ga zo Frozen kijken met Niels. Ja. Als je het dan hebt over een love story. Dan hebben we natuurlijk... Nou, Frozen is eigenlijk niet echt een love story. Want ze wordt verliefd op een foute man. En de andere prinses die wil helemaal geen liefde. Die wil vooral het kwaad uit zich of zoiets. Nou goed, anyhow, ik ga het met Niels kijken, want hij wil dat al heel lang. Dus ik dacht, dat is wel een mooi moment op zijn verjaardag. Dan kunnen we ook even kijken of hij iets spannends vindt, want hij wil graag naar Frozen 2 filmen. Maar dan moeten we eerst eens kijken wat hij van Frozen 1 vindt. Want hij heeft geen idee, we hebben alleen het boek al 100 keer gelezen. Goed, sta ik nou ingezoomd? Weet iemand het? Ik weet het niet. Parfumado, echt een hele leuke tip. Dus dat voor nu. Laat even weten ook welk parfum jij uitkiest. Ik ben heel benieuwd. Oh, wat een zandbak hier, mensen. Waarom? Wat zou het nou zijn? Ik vind het papier wel al heel mooi, Niels. Piratenpapier. Wat is het nou? Oh, hij zit op zijn kop, dus we moeten hem even omdraaien. Zit hij op zijn kop? Niet. Nee hoor. Wat is dat, Niels? Wat is dat? Lego. Maar wat een grote doos. Wat is het, zei dit? Nou, denk ik dat er ergens oma zit. Toch dat het andersom moet. Ja. Mama had gelijk. Wow, zie je dat? Weet je hoe die heette? Nee. Dat heette de Humbatikiers. Of tenminste, zo noemde mama het altijd. Maar het is een eiland met piraten en eilandbewoners. Oh, dat komt ook nog een set van piraten. Ja. Dit is de taart. Nou, er zijn bordjes klaarstaan. Dus ik ga eens even de kaarsjes erin doen. In de gloria, in de gloria, in de gloria, hip hip hip, hoera! Daar staat hij, ja, je herkent hem, zie met het rode streep. Ja. Star Wars. En dat is Luke Skywalker. Helemaal vergeten te filmen, maar ik ben weer thuis. Ik ga nu een theetje drinken en dan lekker slapen. Ik zie je morgen. Ik ga even wat opruimen, maar het moet ook nog even gelunst worden, want Sven's broer doet eerder, dus ik ga nu eerst even wat eten. Ik heb trouwens vandaag dus het nieuwe parfum op en het ruikt echt leuk. Nou, dit werkt echt geniaal. Ik heb net ook aan Sven laten zien, dit is toch een fantastische uitvinding. Ik heb het nu op en ik ben heel slecht in geuren beschrijven. Maar ik moet zeggen, het viel me niet tegen wat ik las. Want ik had, ik las eerst gewoon een boek, daar stond het. Nou, iets met bloemig, fris en sexy. Maar toen dacht ik, nou, kijk even wat ze bij Parfumado zelf zeggen. Love Story is een bloemig parfum voor vrouwen met een fris en sensueel karakter. Dat ben ik. De top van het parfum is fris door de bergamo, gevolgd door bloemige noten van oranjebloesem, lelietje van dalen en pruimenbloesem. Daarbij wordt het gemixt met groene noten. De basis van het parfum bestaat uit witte musk. Nou, het is echt, ja, ik weet niet, ja, dan kan je nog lezen wat hoofdklankakkoorden zijn. En ik weet allemaal wat hoofdakkoorden zijn en zo, maar ik vind het echt een heel lekker fris, zoet parfum. Het is een beetje zomers, maar ik hou wel van een niet al te zwaar. Ja, love it. Ik vind het echt heerlijk. Dus ik weet niet of mensen... Want ik heb heel veel opgespoten. Want ik heb hem hier, zeg maar, vanmorgen opgedaan. Hij ruikt nog steeds heerlijk. Dus ik ben helemaal blij mee. De kortingscode dus, nou ja, hier en beneden zal ik even de link zetten. We zijn er klaar voor. Het huis is... Zo waren toch nog redelijk opgeruimd. De kids liggen nog te slapen. Het broertje van Sven komt eerder, maar die stuurde net weer wat, dat hij weer wat later was. Maar dat is alleen maar fijn, want dan kan Niels gewoon nog even uitrusten. Elin ligt ook lekker te slapen.
En hebben we ook nog even wat kunnen eten. Dus nee, we hebben er zin in. Ja, die heb ik net uit de vaatwas hoor, die beker. Dus die kan ze gewoon... Er is een hele hoop gebouwd. Vandaag. Een mastertje, dan zit die ook in haar erbij. Waar is die? Staat die daar weer? Een piraat? Oh ja, natuurlijk. Staat er ook van boven. Oké. Ben je 1 jaar geworden? Nee. Maar nou, Lego jongens, dat is toch fantastisch. Hé, wat naar. Is er taart over? Ik heb mijn make-up afgehaald. En zo het bed opmaken. En dan ga ik lekker in bed nog even een beetje op de telefoon. Heel goed. Maar het was echt een heel leuk, maar ook een heel vermoeiend weekend. En morgenavond hebben wij nog een voorstelling in de Schouwburg. Ook heel leuk, maar ook, ook weer wat. Dus we gaan gestaag voort in dit tempo. Volgend weekend... neem ik jullie natuurlijk weer mee. En dan is het pakjesavond bij ons. Dus heel leuk. Heel veel zin in. Dus ik hoop dat jullie deze verjaardag... Volgens mij heb ik niet heel veel gevuld van zijn verjaardag. Maar ik hoop toch dat jullie het wel leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week.